Wie niets wil missen van de gemeenteraadsverkiezingen en de uitslag, volgt woensdagavond de WOS. Op alle fronten pakken we flink uit. Online, op de radio en op tv. Met onze mensen in alle gemeentehuizen doen we live verslag van de uitslag en we maken de balans op. Je hoort alle reacties uit het veld. De WOS zit er bovenop. Nee, als u niets wilt missen over de verkiezingsuitslagen, moet u zeker deze woensdagavond kijken naar de WOS. Zodra alle stemlokalen dichtgaan om 9 uur, gaat UTV aan. Dan zijn we live vanuit het gemeentehuis in Westland en komen alle verkiezingsuitslagen binnen. Niet alleen vanuit het Westland, maar ook vanuit Midden-Delfland en Maassluis. Met verslaggevers ter plaatse. En uiteraard volgen we ook de uitslagen van Hoek van Holland. Ik sta hier op een hele bijzondere plek, want achter mij liggen alle stembiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van deze woensdag. Ruim 160.000 stembiljetten voor de verkiezingen en voor het referendum. Die worden morgenochtend allemaal vroeg verspreid en dan gaan ze naar de stembureaus. En dat betekent dat u allemaal kunt stemmen. En dan weten wij uiteindelijk morgenavond rond 9 uur, als de stembureaus dichtgaan, wat de uitslagen zullen gaan worden. Die zullen die avond binnendruppelen. Bij mij aan tafel tal van gasten, oud-wethouders, oud-raadsleden, nieuwe raadsleden en uiteraard de winnaars en verliezers. De gemeenteraadsverkiezingen bij de WOS. De hele dag online en vanaf woensdagavond 9 uur live op WOS Radio en op WOS TV.